hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Ik heb er een klein beetje onbedoeld al ongeveer een halve dag op zitten. Het is 10:55. Nu moet ik het wel goed doen. En je zou denken, je gaat net weg. Maar ik kom eigenlijk net terug. En ik ga nu even deze boodschappen binnenbrengen. Want, ik ga jullie even neerzetten, kijken of dat lukt. Ja, dat lukt. Wat er namelijk gebeurd is, is dat ik ben vanochtend even naar de Aldi gegaan. En toen dacht ik van, ik pak even die tas. Dit is tas 1. Daar is tas 2. Want, nou moet ik zorgen dat die deur dicht gaat. Wat er gebeurde is dat ik moest even naar Aldi vanochtend. Ik had namelijk een hele toffe teddycoat gezien daar in het krantje. En die zou vanochtend, vanaf vandaag zeg maar, te koop zijn. Hier in Loosduinen hebben we een Aldi. Dus daar was ik vanochtend naartoe geweest en daar hadden ze hem niet. En toen ik onderweg was naar de Aldi, dacht ik, oh shoot, ik had even de vlog moeten openen. Ik denk, nou, doe ik wel als ik thuis ben, want de Aldi is hier niet zo ver vandaan, dus daar ben ik zo van terug. Toen hadden ze hem dus niet, toen dacht ik, oké, nou, dan rijd ik wel even naar Monster. Ik naar Monster gereden naar de Aldi, hadden ze hem ook niet. Maar toen was ik daar en toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed gelijk even boodschappen doen. Dus boodschappen gedaan bij de Aldi. Toen hadden ze een paar dingen niet. Er zit daar ook een Hoogvliet, waar ik hier beneden altijd boodschappen doe. Nou, dan gaan we dus naar de Hoogvliet. Ook bij de in Monster naar de Hoogvliet geweest. En toen was reed ik voorbij de kringloopwinkel waar Laura werkt. Die is vrij vandaag, want die heeft gisteravond gewerkt. Ik wil graag een hele leuke samenwerking doen met Rattenplan Monster voor decembermaand. En de bedrijfsleider was wel aan het werk. Dus ik dacht, ik ga gelijk, Sascha, die kennen jullie ook wel uit mijn vlogs. Ik ga gelijk even met haar mijn idee droppen. Dan kan zij er in de tussentijd even over nadenken. En dus dat heb ik ook nog gedaan. Toen belde mijn moeder van of ik nog naar de Hoogvliet moest om wat voor de mee te nemen. Maar daar was ik al geweest. Dus ze zou zelf gaan. Dit wordt geen lang verhaal kort. Dit wordt kort verhaal lang. Dus toen zei ik balen, want die jas hadden ze niet en zo. Dus toen zei mijn moeder, ja, maar bij de Vibra hebben ze iets soortgelijks. Dus toen ben ik ook gelijk even in Loosduinen toen ik terugkwam. Kwam toch soort van langs bij de Vibra naar binnen gegaan. Maar die jas vond ik niet leuk genoeg. En nu ben ik thuis. En ga ik even mijn boodschappen uitpakken. En even bijkomen. Want ik ging om, weet ik veel, 8:30 de deur uit en het is nu 11:00. En ja, wat ik zeg, ik heb het idee dat ik er al een halve dag op heb zitten. Maar goed, ik ga even de boodschappen opruimen en dan zie ik jullie ergens vandaag wel weer een keertje terug. Zo, het is alweer wat uurtjes verder. Ben ik nou scherp? Ja. En het is maar goed dat ik vanochtend, want ik was dus op de scooter gegaan naar Monster, scootmobiel. En ik was nog niet zo heel lang thuis. Toen ging het me toch regenen. Maar goed. Even Tien en Wil uitzetten. Want ik ben bezig met ook weer een inhaalslag van hun vlogs. En ondertussen ben ik even lekker boterhammetjes aan het eten. Met pindakaas. En een theetje. En ik heb daar nog een eitje aan het, in de pan aan het koken. Want ik heb van de diëtiste wat een mail gekregen met wat tips over voeding in relatie tot mijn benen waar ik zo'n last van heb. En ze heeft me wat tips gegeven met dingen die ik iets vaker zou mogen eten. En ei is daar één van. En dan had ik heel erg trek in boterhammen met pindakaas en niet in brood met ei. Dus ik dacht, nou weet je wat, dan doe ik er gewoon één eitje bij. Moet ook kunnen. En ik vind mijn haar toch zo mooi zitten. Tenminste mooi in de zin van
Het krult zo leuk. Nou, dat is ook meer geluk dan wijsheid, zullen we maar zeggen. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik vanochtend droog ben overgekomen. Want het is me hier toch net losgegaan. Dat is echt niet normaal. Straks ga ik even de aankondiging van de 30 dagen challenge opnemen. En ik ga even de weekvlog editen, denk ik. Maar eerst maar even verder met mijn lunch. Lekker. Zo, de intro voor de 30 dagen bullet journal challenge is opgenomen. Voorbereidingen zijn al een beetje getroffen. Ik heb hier wat zitten maken. Ik heb mijn weekvlog geëdit. Die staat nu in de render. En ik ga de kaarsjes zomaar eens aansteken. Want het begint toch al een aardig beetje donker te worden. Nou, het is 4:10. Maar het is nu wel weer even droog. Maar het was echt pet vandaag met het weer. Zeg, jeetje mina. Maar goed, wel een reden. Ik heb overal nieuwe kaarsjes ingestopt. Dus ik ga, als het straks nog wat donkerder wordt, alles eens even aansteken. Dat vind ik wel gezellig. En ik eet vandaag springrolls. Daar heb ik alles voor in huis gehaald. Dus dat is ook wel lekker. Heb ik ook trek in. En even kijken. Oh nee, gelukkig. Ik moet even die stempels gebruiken. Maar ja, die moeten natuurlijk even drogen. Daar had ik net even te weinig rekening mee gehouden. Dat vond ik wel zonde. Maar ja, maakt niet uit. Oh, en je moet ook niet met een vies doekje je tafel proberen schoon te krijgen. Ik ga dit even regelen. Dit zijn de springrolls geworden. Ik zal ze even zo filmen. Ik heb er 3 gemaakt en de rest van het mengsel en de garnalen heb ik er gewoon lekker bij gelegd. Beetje hoisinsaus erbij. Yummy, yummy. Neem 1 kaarsje zo aan. Dit kaarsje heb ik ooit gekocht bij de Primark, geloof ik. Primark. Kan ik lezen? Nee, ik kan er echt niks van lezen. White tea en peony. Witte thee kan ik me iets bij voorstellen. Peony weet ik niet wat het is. Als je weet wat het is, laat het even onder in de reactie achter. Maar hij ruikt echt super lekker. Dus ik ga even lekker eten. Het is tijd geworden om de kaarsjes aan te steken. Dus dat heb ik net gedaan. Daar. Dus eigenlijk misschien nog net iets te licht. Maar goed, ik vond het wel gezellig. Hier heb ik dan nog dat geurkaarsje staan. En dan heb ik hier nog een lampje. Daar nog een lampje. En daar nog een lampje. Dan vraag ik me alleen af. Ja, je ziet het al. Hier is het eigenlijk te donker. Dus ik denk dat ik die dan nog even aan ga doen. Ik ga een video van Sarah kijken. Want Sarah heeft een nieuwe paspoppen outfit proberen video online te zetten. En dat vind ik leuk. Kijk, dit vind ik dan toch net even iets fijner. En daar moet ook nog licht in, maar die doet het weer niet. Dus ik moet daar even. Maar al die lampjes liggen los in de kast, dus daar kan ik niet bij. Moet ik even met iemand samen doen een keer. En daar brandt ook al licht. En die kan ik van kleur veranderen. Ik heb nieuwe roze gezet. Ik weet nog niet wat ik daarvan vind, maar ga ik straks nog een keer naar kijken als het echt wat donkerder is. Maar dit is wel leuk zo. Goedemorgen. Nou, als het goed is hebben jullie net een timelapse kunnen zien van gisteravond. Ik ben benieuwd hoe die is gelukt. Ik moet hem natuurlijk nog editen. Maar op beeld in de camera zag het er wel heel tof uit. Ga ik het denk ik wel vaker gebruiken. Dus ik vind het toch wat mooier dan zo gewoon zelf het beeld versnellen. Tenminste, lijkt. Ik moet het nog zien, maar ik heb het in ieder geval uitgeprobeerd. Vandaag staat er ook iets gezelligs op de planning, namelijk pokeren. Ze komen met z'n allen bij mij pokeren, of met z'n allen. Er kunnen er van het pokerclubje maar 3. Luc komt, Johan en Sil komen. En mijn ouders doen mee, dus dat is gezellig. Die komen om 1:00 of 3:00 vanmiddag.
gaan we lekker pokeren, eten, weer pokeren. En dan zie ik wel hoe laat ze weggaan. Dus nou, dat wordt gezellig. Ik heb gisteren daar de boodschappen al voor gedaan. Moet vandaag nog denk ik even wat Cola Light bijhalen. Dus dat ga ik straks even doen als Hoogvliet open is. Maar eerst maar eens even zorgen dat ik aangekleed word. Maar ik heb een broek die ik graag aan wil. En zoals jullie horen staat mijn droger nu aan. Dus ik moet even wachten tot die droger klaar is. Want dan daar zit die broek in. Even wachten tot die klaar is en dan ga ik mezelf even aankleden. En langzamerhand begin ik weer wat bij te komen met al mijn abonnementen op YouTube. Ik had jullie natuurlijk vorige week al verteld dat ik wat dingen aan het bijkijken was. Ik heb inmiddels ook Wil en Team bijgekeken. Ik ben nu met Albu bezig. En dan hoef ik eigenlijk alleen nog de familievloggers, dus de groentjes, de familie Wanders en de Hummeltjes. Maar daar loop ik echt maanden achter. Dus ik weet niet of ik dat allemaal terug ga kijken of een deel. Of nee, ik zie het wel. Ik ga me er in ieder geval wel mee vermaken, denk ik. Inmiddels ben ik aangekleed. Ik moet alleen nog even mijn schoenen aandoen. Want ik moet zo nog even naar de Hoogvliet. Ik heb heel erg last van mijn rug. Ik heb het idee dat mijn rolstoel, nu mijn kussen is aangepast, mijn rugleuning niet helemaal goed meer is. Maar goed, dan moeten we dinsdag, ga ik naar de fysio of zo, moeten we daar ook nog maar even weer naar kijken. Ik heb andere kaarsjes in het raam gezet. Witte weer in plaats van groene. Vind ik toch iets mooier staan. In die potten zitten nieuwe, want die waren gebroken. Eén daarvan was gebroken en hier zitten ook timers op. Dus dat is wel handig. Als ik ze dan vanavond aanzet, dan gaan ze iedere dag om dat tijdstip aan. Dus dat vind ik wel fijn. Nou, het speelveld is er klaar voor. Luc neemt alle kaarten, fiches en dat soort dingen mee. Die kan dan daar zitten en ik hier of andersom. En de rest daar. Dus Johan appte net ook al dat ze er bijna zijn. Pa en ma zullen zo wel komen. En dan gaan we lekker een potje pokeren. Nee, ja, nee. Dat moet ik ook zeggen. Dit zijn heel duidelijk. Damn, man. Damn. Ik, Wat er is? Een droevige... Ja, was het zo raar? Een droevige business. Maar wil je mijn tafel laten staan? Nou, dat was je bak. Oh. Als je meegaat wel. Ja. Mee? Je gaat verhogen zelfs. Nee, Johan. Johan, breng mij daar door. Kan het? Nou moet nog één iemand. Nee, er moet nog twee. Oh, de vlogster. De vlogster moet in die manen, hè? In die. De vlogster. Nu ga ik met je mee, hè? Ja. Ik zet de 50 op. Ja. Wegwezen jij. Voordat je gaat geven, je gaat zo draaien. Ja. Nou, 50 erop, hè? Ja, dat is 60, toch? Hoeveel heb je nou liggen daar? 70. Oké, check man. Kan het? Nee. Bianca nog. Oh ja, de vlog staat weer. 50 erbij. Dan moet je eens wachten. Zo. Ja, mogen we? Ja. Yes. Ja, ze was zitten. Ben je nerveus? Nee. Hey, waarom doe je dan zo irritant? Omdat hij klappen. Dat hoort, dat hoort bij het. Ja, ik heb hem gezet. Dank u. Dat is om de andere nerveus te maken. Oh, nou het werkt wel, eigenlijk. Ik doe het ook net gebruik. Ja. Hey Johan, ja. Vind je het nog leuk? Ik wel. Hij valt deze, valt hij heel leuk. Ja, hè? Door wie ben je het keihard ingemaakt? Ja, niet door mij hoor. Nou, door maar, de hele tafel geloof ik. Dus hij vond deze niet zo leuk. Deze vond hij niet zo leuk. Kijk wat hier gebeurt dan. Gaat het nog? Gaat prima. Ja, dat zie ik. Tjonge, ik ben de enige die buy-ins heeft gedaan, geloof ik. Nee. Nee.
Nee, we hebben net met z'n drieën opnieuw in moeten kopen voor het eten. Ja. Oh, ja. Ik was ook alles kwijt. Maar ik heb er ook twee buy-in. Papa volgens mij. Ja, je vader heeft ook al een keer gekocht. Ik, dit is mijn tweede buy-in. Ja, dat is wel waar. En je had ook een keer gekocht, Bert. Waarom wou je even vloggen? Waarom wou je even vloggen? Hij kan makkelijk uitdagen. Nou, ik dacht, het is tijd om te vloggen. Ik doe er één voor mezelf. Kijk dan, jongens. Zou die gewonnen hebben? Ja, ik doe niet meer bijkopen. Maar Sylvia hebt nog chips. Dus jullie kunnen met z'n drieën nog door. Het is 9 uur. Het is 9 uur. Ik ga morgen gewoon werken. Dus ik vind het prima om mee te stoppen. Toch? Ja. Ik heb dit. Nou, we hoeven niet te vragen wie de grote winnaar is. Nou, hey! Feliciteerd. Van harte. Goed met je te spelen, man. Ja. Nou, dat was een super gezellige dag. Tenminste, middag en avond. Ze zijn rond een uur of 9:30, geloof ik, allemaal weggegaan. Luc was de grote winnaar van de avond. En ik heb even de boel afgewassen, mijn brood voor morgen klaargemaakt. Dan drink ik nog even een colaatje en dan ga ik naar bed. En dan zit het weekend er alweer op. Zo jammer. Maar het was een heel leuk weekend. En ik heb ook wel weer een leuke week voor de boeg, dus ik mag niet klagen. Maar ik ga wel een eind maken aan deze weekendvlog, want het weekend zit er zo goed als op. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zo ja, doe je duim omhoog. Deze maand natuurlijk ook de extra video's van de 30 dagen challenge. Daar heb ik ook heel veel zin in. En dan zie ik jullie in een volgende vlog of video. Tot dan. Doei doei.